Yo, wat op iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Remco en vandaag zijn wij in Veendam voor de omloop van de Veenkoloniën. Het is een klassieker, volgens mij een van de laatste dit seizoen. En dat betekent dat wij 80 kilometer vandaag op het programma hebben. Het zijn twee rondjes. Dit is het rondje hier nu even in beeld. We zitten nu nog in de neutralisatie en dat betekent dat het allemaal nog rustig aangaat. We zitten rond de 28 km per uur. Er zijn geen gekke dingen gebeurd in de neutralisatie. Gelukkig geen valpartijen of iets. Het verliep allemaal rustig. En na iets meer dan 1 kilometer is de neutralisatie gedaan en konden wij aan deze koers beginnen. On the wall inside my head, inside of me, holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe in all? Only us. We zitten nu op 20 kilometer. We hebben een kwart van de koers gehad. En het ging allemaal super goed gewoon. Er waren geen valpartijen tot nu toe. Voor zover ik weet trouwens. Misschien gebeurde er wel wat achter mij. Maar eigenlijk leek het er gewoon op dat er niks meer was dat ons ervan kon weerhouden deze koers uit te rijden.
I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Met 40 kilometer hebben wij het eerste rondje gehaald. En dat betekent dat wij nog 40 kilometer te gaan hebben. Dan ga ik hem natuurlijk niet allemaal laten zien. Aangezien we al op meer dan 7 minuten video zitten. En ik wil de video's natuurlijk niet al te lang hebben. Dus laten we een beetje snel er doorheen gaan. En op dit moment zijn mijn camera, ja, het is genoeg geweest. Mijn kaart zit vol, ik hou ermee op. Maar goed, daar komt het wel op neer. Mijn kaartje zat vol en dus heb ik niet nog veel meer beelden. Ik zal natuurlijk nog wel vertellen hoe het is afgelopen. Want ja, daar zijn jullie natuurlijk allemaal voor. Ongeveer 15 kilometer voor het einde. Toen zei ik nog even tegen Kevin, want we waren een beetje onderling aan het praten, zeg maar. Maar goed, ik zei tegen hem van, als we hem nu niet meer uitrijden, dan weet ik het ook niet meer. Want ja, wat kan er in die 15 kilometer nog gebeuren? Nou ja, karma is een bitch. En er kan dus genoeg gebeuren in die 15 kilometer. Want ik had het nog maar net gezegd. En ja hoor, er kwam een valpartij. Ik zat dus achter die valpartij. En werd daardoor enorm vertraagd. Ik kwam daarna dus tussen de auto's. Ik mocht er achteraan om weer terug te komen in het peloton. Wat ik wel goed vind. Ik bedoel, dat zie je niet vaak dat dat gebeurt. Maar goed. Daar was ik wel blij mee, dus ik ging achter die auto aan, terug naar het peloton.
En ik zag de wielen nog maar amper van het peloton. Of er kwam nog een valpartij. En ging ik dus weer afzakken. En nou ja, ik mocht weer achter de auto. Maar dat wou niet. Ik was helemaal kapot. En dat was dan ook het einde van deze koers. Ja, ik heb nog een heel stuk doorgereden nog wel. En vlak voordat ik het bordje 5 kilometer zag, toen kwam de bezemwagen om mij heen. En het was klaar. Ja, ik heb nog nooit zo lang in de koers gezeten en er dan toch nog uitgehaald worden. Dus ja, het is een beetje record. Ik weet niet of ik er blij mee moet zijn of niet. Maar nou ja, het was wel een mooie wedstrijd. Helaas dus niet uitgereden. En nou ja, ik hoop dat ik jullie in de volgende video weer zie. Later.